Reputatiecoaching Podcast nummer 11. Hallo en welkom bij de Reputatiecoaching Podcast. In deze podcast deel ik nieuws uit de internet- en contentmarketingwereld en geef ik praktische tips over hoe je vandaag al kunt beginnen met het verder opbouwen van je online reputatie en het vergroten van je vindbaarheid op internet. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatiecoach, en ik ben je host voor vandaag. Allereerst mijn excuses voor een omissie in de podcast van vorige week. Ik had toen beloofd te vertellen over de introductiecursus zoekmachine marketing die ik aan het uitwerken ben. Deze podcast komt dit echter echt aan bod. Voor deze podcast heb ik verder weer een aantal leuke onderwerpen. Als eerste kom ik nog terug met een recent praktijkvoorbeeld over iets wat ik in podcast 9 al heb verteld. Ten tweede de ervaring die een luisteraar van deze podcast had op basis van de tips en trucs aangaande reputatie, etc. Dan de recensie die content marketing spreker Arend Landman schreef over het boek Reputatie onder druk, dat is geschreven door Frank Peters. Als vierde onderwerp vertel ik deze podcast dan toch echt over de introductiecursus zoekmachine marketing en ik sluit vandaag af met een aantal adviezen over hoe je per direct een stuk beter kunt zijn in alles wat je doet, hetgeen dus ook weer helpt bij je reputatie. Steeds meer mensen weten de Reputatie Coaching podcast te vinden. Zo had ik vorige week op donderdag op die ene dag maar liefst 13 downloads. Tot voor die tijd stond het dagrecord op 9 downloads. Je kunt het weinig vinden, maar zelf ben ik uitermate tevreden. Alhoewel natuurlijk altijd meer luisteraars van harte welkom zijn. Wekelijks zijn er vele tientallen downloads. Het is dus alsof ik één keer per week in een zaaltje over reputatiecoaching kom vertellen en dat er dan elke week tientallen mensen komen luisteren. Sommige luisteraars reageren per mail en andere via de diverse sociale media zoals Twitter en LinkedIn. Iedereen dankt daarvoor. Maar je kunt nog meer doen met het helpen promoten van de reputatiecoaching podcast. Ga vandaag nog naar iTunes en maak een account aan als je nog geen account hebt. Beoordeel dan deze podcast op iTunes en stuur een berichtje naar podcast@reputatiecoaching.nl dat je recensie hebt gegeven. Zit je achter je computer en heb je Twitter of TweetDeck of iets dergelijks geopend? Stuur dan een tweet met je mening met hashtag RepCoach. Dus hekje R -E repcoach erbij. Als je wat hebt aan de informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, dan kun je een bericht achterlaten op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl/facebook of op onze Google+ pagina op www.reputatiecoaching.nl/g+. Dat is dus G P L U S. Geef gerust de recensie. Als je opmerking hebt over deze podcast, laat die dan op de website achter onderaan de transcriptie. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl/podcast-streepje11. Als je ergens een recensie hebt geplaatst, stuur me dan een mailtje zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je online reputatie, stuur dan een mailtje naar podcast@reputatiecoaching.nl. Of spreek een boodschap in op de Reputatiecoaching Hotline op 084 883 1556. Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast. Nog een compliment voor Jacqueline, een van de luisteraars. Zij heeft de instructievideo over het aanmelden van je bedrijf op Foursquare bekeken. En het is haar gelukt om haar bedrijf Maasbanden toe te voegen. Dat liet ze me weten in een trots mailtje. Goed gedaan, Jacqueline. En hou de website in de, in de gaten, want binnenkort komt de instructievideo. Over hoe je je bedrijf dan ook op Foursquare daadwerkelijk kunt claimen, zodat je eventuele speciale acties online kunt posten, etc. Een leuke statistiek voor mensen die zich richten op lokale zoekmachine marketing. Ik las in een Amerikaans onderzoek onder 350 bedrijven in het MKB dat de helft van de lokale bedrijfsvermeldingen fouten bevat. Oké, okay, het zijn slechts 350 bedrijven, maar toch. Het bevestigt eens te meer dat het echt kan lonen je gegevens op zoveel mogelijk websites te controleren. Verder gaf de meerderheid, zo'n 70%, aan dat zij simpelweg geen tijd hebben om hun bedrijfsvermeldingen voor de tientallen sites en apps te managen en het daarom maar gemakshalve achterwege laten. En 77% gaf toe geen idee te hebben van de relatie tussen bedrijfsvermeldingen en websitebezoeken of bezoeken aan de winkel. Deze metafoor illustreert best aardig wat de houding van het leeuwendeel van het MKB is ten aanzien van online marketing. En dat terwijl ze met relatief weinig investeringen en inspanningen significant meer bezoekers kunnen trekken naar hun websites en naar hun winkel en zo meer omzet kunnen genereren. Het is jammer, maar al die prospects die zij laten zitten gaan naar de concurrenten. In podcast 9 van twee weken geleden vertelde ik hoe een Amerikaanse baseballspeler al in 2007 via internet zijn reputatie wist te redden na een onhandige uitlating op televisie. Afgelopen vrijdag maakte ik zelf een dergelijk geval mee. Ik was bij een uitvaartplechtigheid van een oom van mijn vrouw. In het uitvaartcentrum Den en Rust in Beeldhoven werd duidelijk dat men alle bloemstukken die reeds waren bezorgd... inclusief de kransen van de directe familie, was vergeten. Deze bloemstukken bleken nog in het rouwcentrum in IJsselstein te staan. Per auto minstens 30 minuten enkele reis. En het was notabene vrijdagmiddag tegen half vijf. Dat was natuurlijk extreem pijnlijk voor zowel de uitvaartonderneming in kwestie... als voor de familieleden. Ik vreesde hier een deuk voor de reputatie van de uitvaartonderneming. Natuurlijk werden meteen excuses aangeboden en werd iemand met gezwinde spoed richting IJsselstein gestuurd. Ook werd de uitvaartplechtigheid enigszins vertraagd, alhoewel ik niet weet of dat met opzet was, of doordat een voorgaande uitvaart was uitgelopen. Om een lang verhaal kort te maken. Tegen het einde van de uitvaartplechtigheid nam de vertegenwoordiger van de uitvaartonderneming even het woord en gaf ruiterlijk toe dat de onderneming in het algemeen en hij in het bijzonder tekort had geschoten en bood hij ten overstaan van de meer dan 150 aanwezigen nogmaals zijn oprechte excuses aan. Vervolgens gaf hij de kleinkinderen en kinderen van de overledenen de gelegenheid om de kransen alsnog op de kist te leggen, want die waren inmiddels opgehaald en hier bezorgd. Door de emotie weet ik niet meer precies wat hij letterlijk zei, maar door de extreme empathie waarmee hij zijn verhaal deed, liep hij bij mij de rilling over de rug. Dus ook deze week gaat er weer een pluim van de week uit en wel naar de vertegenwoordiger van Monuta uit IJsselstein. Ik hoop alleen wel dat de volgende pluim weer naar aanleiding is van iets uit een positievere context. De artikel op de website, alle tips. En ook mijn podcast deel ik met jullie, de lezers en luisteraars, met als achterliggende bedoeling je te helpen om je online reputatie te verbeteren. Maar afgelopen week werd ik verrast door een luisteraar uit de buurt van Duivendrecht, die mij vertelde hoe zij met mijn tips haar gelijk had behaald in een dispuut met een dakdekker. Zij had een deel van het dak van haar huis opnieuw laten bedekken door een bedrijf dat, volgens eigen zeggen, extreem goed bekend stond in de omgeving. Echter. Toen de dakdekker en zijn assistent gereed waren en huiswaarts wilden gaan, kwam deze luisteraar tot een ontzettend vervelende ontdekking. De spijkers die de dakdekkers hadden gebruikt bleken te lang te zijn, waardoor ze door de balken waren gegaan er in haar onderliggende studeerkamer zo'n 25 puntige uitsteeksels van circa 2 centimeter door het behang staken. Je kunt je zo voorstellen dat deze dame in kwestie op zijn minst gezegd not amused was en ze riep dan ook meteen de dakdekkers erbij. Die konden helaas vanwege de constructie niet de spijkers een stuk terughameren. En dus kwamen ze op het lumineuze idee om de volgende week terug te komen met een slijptol om de spijkerpunten eraf te slijpen. De opdrachtgeefster kreeg al diverse horrorbeelden voor ogen van opengeslepen behang en wat iets meer zei en ze gingen hier derhalve niet mee akkoord. Ze eist ook dat het behang zou worden vervangen vanwege de aangerichte schade. De dakdekker wilde hier niets van weten dus eiste deze dame de directeur van het bedrijf aan de lijn om deze situatie aan hem voor te leggen. Ook de directeur bleek het concept van klantvriendelijkheid niet echt hoog in het vaandel te hebben en leek maling te hebben aan wat dit soort incidenten kunnen doen met zijn reputatie. De verontwaardigde dame herinnerde zich de diverse instructiefilms die ik online heb staan en wat ik heb verteld over de kracht van reviews en recensies. Ze ging op zoek naar algemene en bouwspecifieke sites waar de dakdekker allemaal stond vermeld en waar reviews door klanten konden worden achtergelaten. Dat bleek een behoorlijk aantal te zijn. Ze schreven mooie. En bovenal negatieve review en stuurde deze met de lijst van sites waar de review gepost zou worden naar de directie. Ik denk dat het verder geen toelichting behoeft dat al haar eisen werden ingewilligd. Wat zal ik hiervan zeggen? Ik, ik hou niet van chantage en het is niet mijn bedoeling je al deze tips te geven zodat je bedrijven onder druk kunt zetten. Maar het blijkt dat het handig toepassen van alle kennis die ik met je deel je ook nog eens op een andere manier kan helpen. Een van de tientallen weblogs waar ik de RSS feed van volg in Google Reader is het weblog van content marketingspreker Arend Landman uit Utrecht. Ik ken Arend al een hele lange tijd. Hij heeft vele honderden blogberichten geschreven over de meest uiteenlopende onderwerpen op www.arendlandman.nl en sinds enige tijd is hij een weblog begonnen dat is gespecialiseerd op het gebied van content marketing. Dit weblog kun je vinden op www.contentmarketingspreker.nl. De links vind je natuurlijk ook in de show notes. Omdat onze interesses elkaar op zoveel punten raken, hebben we ook altijd meer dan voldoende om over te praten. En we zitten dan ook wekelijks vaak urenlang ideeën en ervaringen uit te wisselen op Skype of in een Google Hangout. Afgelopen week heeft hij op zijn weblog een recensie gepubliceerd van het boek Reputatie onder Druk van Frank Peters. Hij vindt het een helder en waardevol boek dat een goed overzicht geeft van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het managen van de reputatie van bedrijven. Alleen verder omschrijft hij het boek als saai... maar ook wel weer zinvol en droog, afstandelijk en eenzijdig. Een groot gemis vindt Arendt dat er geen praktijkvoorbeelden in het boek staan. Er is slechts een tiental bekende corporate communicatiespecialisten... om hun visie en tips gevraagd. Mocht je het boek willen kopen... dan kun je het via de link op zijn website bij bol.com bestellen. Als vierde onderwerp had ik informatie... over de introductiecursus zoekmachine marketing beloofd. Dus laat ik er nu die belofte inlossen... ...zij het dan enigszins vertraagd. Vorig jaar al ontstond bij mij het idee om een zoekmachine marketing cursus te maken en dan een betaalde cursus. Maar nu ik met veel mensen erover heb gesproken, heb ik besloten de cursus gratis online te zetten. Ik deel die kennis dus gratis. Binnenkort begint de voorinschrijving. Naast dat ik een vijftal cursussen online ga zetten en je ook gratis toegang zal geven tot het bijbehorende cursusboek, ga ik ook een paar online webinars organiseren voor de geïnteresseerden. Wat kun je zo in deze cursus verwachten? Ik heb nog niet alle vijfde cursussen exact uitgewerkt, maar ik kan je vast wel vertellen dat ik de volgende onderwerpen ga behandelen. Om te beginnen, wat is zoekmachine marketing? De verschillende vormen van zoekmachine marketing. Lokale zoekmachine marketing. Videomarketing. Artikelmarketing. Linkbuilding. Werkt het nog wel of werkt het niet meer? Content marketing. Sociale media marketing. Allerlei handige hulpmiddelen. Natuurlijk komt er een stap voor stap handleiding. Deze cursussen worden geen herhaling van het materiaal wat ik al online heb. Natuurlijk zal ik naar bestaand materiaal verwijzen, maar er zitten nog een boel nieuwe instructievideo's in de pijplijn. Op seogadget.com las ik een goede tweedozijn tips over hoe je een betere SEO-specialist kunt worden. Maar na het lezen van die tips besefte ik me dat vrijwel alle tips op eentje na je kunnen helpen met je reputatie. Daarom wil ik die hier delen. De verwijzing naar dat artikel vind je zoals altijd in de show notes onderaan de transcriptie van deze podcast. Als eerste: bepaal wat je doelen zijn. Als je je doelen nog niet hebt bepaald, maak dan als eerste doel het vaststellen van wat je doelen zijn. Nummer 2: zoek een mentor ofwel iemand die je coacht of zoek iemand die je respecteert en kopieer die persoon terwijl je wel je eigen identiteit behoudt. Wees niet tevreden met oké, okay, leuk, aardig enzovoorts. Als je niet absoluut verliefd op bent, is het nog niet af. Als kanttekening daarbij wil ik vanuit zakelijk oogpunt wel meegeven dat het beter is om niet geheel perfecte actie te ondernemen en te leren terwijl je bezig bent, dan alleen maar bezig te zijn met je idee of product steeds verder te verbeteren en uiteindelijk niets commercieels te presteren. Nummer 4. Leer te functioneren als een ondernemer. Ontwikkel je eigen producten en processen en leer van anderen wat in ieder geval werkt. Nummer 5. Leer hoe je jezelf moet promoten in een gesprek. Nummer 6. Zoek altijd de eenvoudigste en meest elegante manier om te communiceren. Jij bent je product of dienst. Nummer 7. Probeer te doorgronden hoe anderen jou zien. Uh, is dat hoe jij gezien wil worden? Nummer 8. Wees nieuwsgierig en belangstellend en vraag waarom. Nummer 9. Leer ten minste elke week iets nieuws. Zo blijf je continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Nummer 10. Besluit voor jezelf dat je echt succesvol wilt zijn in datgene wat je doet en handel daar dan ook naar en blijf het volhouden. Nummer 11. Bewaar alle positieve feedback die je krijgt. Kijk er af en toe eens na en bedenk dan tenminste drie punten waar je je nog verder kunt verbeteren of hoe je beter had kunnen presteren in plaats van op je lauren te gaan rusten. Kak niet in in de veronderstelling dat datgene wat je vandaag doet de norm is. Morgen is het sowieso weer geschiedenis. En mogelijk is het zelfs van al achterhaald. Nummer 13. Neem de volle verantwoording voor jezelf en je eigen daden. Laat je niet managen door je baas. Als je het goed doet, maak je in zekere zin je baas overbodig. Nummer 14. Hou jezelf voor ogen dat je podium oploopt als je een kantoor- of presentatieruimte binnenstapt. Wees de beste persoon die je kunt zijn, ook al voel je je belabberd. Nummer 15. Oefen, oefen, oefen. Dat maakt het verschil tussen oké okay en fantastisch. Nummer 16. Stap geregeld uit je comfortzone. Nummer 17. Maak jezelf onmisbaar, specialiseer je ergens in. Nummer 18. Leer de juiste mensen te spotten en probeer hun sterke en zwakke kanten in te schatten. Nummer 19. Wees je van bewust als je afgeleid bent en leer om je snel opnieuw te focussen. Nummer 20. Leer alles te verkopen door het gewoon te doen. Dan nummer 21. Doe alles met je volle bewustzijn en laat het ook zien aan anderen. Nummer 22. Volg altijd vragen verzoeken direct op, ook al moet je de halve nacht ervoor wakker blijven. Nummer 23. Ken de getallen en cijfers die belangrijk zijn voor je business en zorg dat je ze beter kent dan je team. Nummer 24. Verstop je successen niet. Deel ze met de wereld op een regelmatige basis. Als je leiderschap wil leren. Leer dan dat leiderschap komt van vastberadenheid en vertrouwen in jezelf. En als laatste, nummer 26. Werk eraan om elke dag iets te verbeteren aan jezelf, je werk, je producten, je dienstverlening, je team. Ik hoop dat je iets aan deze wijze uitspraken hebt. Hieraan gerelateerd las ik afgelopen week een toepasselijke uitspraak van James J. Hill, die leefde van 1838 tot en met 1916. En die uitspraak luidt. Je bouwt geen reputatie met wat je gaat doen. Zelfs zul je het ook wel eens meemaken: van die mensen die de grootste plannen hebben. En daar praten ze dan ook graag over op visites, verjaardagen en andere feestjes. Maar ze blijven erover praten. Ze praten erover en blijven erover praten, zonder er concreet iets aan te gaan doen. Met andere woorden, vertel me niet wat je gaat doen, vertel me wat je gedaan hebt. Een korte uitstap. Hoewel deze uitspraak vaak wordt geassocieerd met Henry Ford, blijkt uit bronnenzoek dat deze uitspraak echt afkomstig is van James J. Hill. Hij was verantwoordelijk voor de aanleg van de Great Northern Railway in Canada. Omdat het gebied dat hij moest ontsluiten zo onmetelijk groot was, kreeg hij als bijnaam de Empire Builder. Dat even te zijde. Met dit advies kom ik aan het einde van deze 11e Reputatiecoaching podcast. Ik hoop dat je weer iets aan hebt gehad en dat je weer iets van hebt kunnen leren. Vergeet niet om een recensie te posten of je reactie onderaan de show notes te typen. Ook vind ik het leuk als je een tweet erover stuurt naar je volgers met als trefwoord: hekje, Zo help je mij om de content van reputatiecoaching nog verder te verbeteren en nog meer op jouw behoeftes af te stemmen. Arend Landman, een trouwe luisteraar van mijn podcast, wiens naam vandaag al eerder voorbij is gekomen, wees mij op een fundamentele fout in de afsluiting van de podcast. Ik zeg elke keer aan het einde van de podcast. Dat je nu aan je reputatie moet werken, zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken. Dit suggereert volgens hem dat je eerst in figuurlijke zin krom moet liggen zonder enig positief resultaat. En dat je maar moet geloven en hopen dat je reputatie in de verre toekomst ooit eens voor je zal gaan werken en een positieve bijdrage zal leveren. Hij vertelde mij dat hij dagelijks aan zijn reputatie werkt. En hij merkt dat mede dankzij de tips en adviezen uit deze podcast. En op de reputatiecoaching website zijn reputatie nu ook al elke dag weer voor hem werkt. Dank je Arend voor deze positieve feedback. Vanaf vandaag beloof ik dan ook plechtig je advies te harder te nemen en nog positiever af te sluiten. Daar komt hij. Ik wens iedereen de komende week weer succes met het werken aan je reputatie, zodat je, je reputatie voor jou kunt laten werken. Begin dan ook direct met het plukken van de revenuen door een boost van je reputatie. Tot volgende week. Doei!